mensen, van de YouTubers en welkom bij een History Park. Yeeha! Het volgende deel in Golden Century. En dan moet ik wel even denken, want waar waren we gebleven? We staan hier bij de poliep, die was al klaar, maar het was de Splash Battle. Ineens zijn er weer twee attracties bijgekomen, dus er is nog één te gaan. En daar komt volgende video iets van vrij, maar het is de Dark Ride, dus die blijft grotendeels geheim tot de opening. Alleen ga ik vandaag zo'n beetje, in deze video zal ik wel een beetje uitleggen wat je mag verwachten in die Dark Ride, maar in ieder geval, dit is de vijver van de Splash Battle. Inderdaad. Uiteindelijk gewoon een haven piraten thema. Zo'n beetje de jungle van Pirates of the Caribbean 2, waar dat hart van David Jones begraven lag zo'n beetje. En niet Singapore zoals ik in de vorige video heb gezegd, dat is dus niet geworden. Oh, misschien kunnen we dat nog veranderen, dat het echt een moeras is. Ja, krokodillen laten rondzwemmen. Nee lol, dat het watervuil is. Ja, dat kunnen we doen, ja. Ja mensen, maar dat is pas voor binnenkort voor jullie te zien, want dat is allemaal achter de schermen. Dus ja, zoals we al gezegd hebben, de Splash Battle zal gewoon varen en de effecten gaan automatisch af, want ja, waterkanonnen die marcheren niet. En dat hebben we ook in de wachtrij geschreven. Dan loopt er een brug over de vijver, waarmee je naar het plein hier gaan. Souvenirshop, jongen. Souvenirshop nog komen. Uitgang van de Dark Ride, zeg ik. Die komt, ja. Hier zitten er al mensen. Hier is dus weer een terras, hier is het wc. Hier is dan nog de. Ik zet mijn scherms wel uit. Kijk, hier kan wel uit, mensen. Niet doorgeven. Hier is dan de vierde attractie, die is nog niet helemaal klaar. En dat is de Rocking. Dat gaat niet werken. Dat is de Rocking Tuck. De Shipwreck Wave noemt hem. Geen problemen met mensen. Vanaf hier kunnen we ook naar beneden gaan. Dan is hier nog een beetje watervalkjes, een beetje water. En dan net als bij Land of Odin is er hier ook een extra ingang gefixt. En deze vind ik er veel beter uitzien dan die van Land of Odin. Ook nog een kleine parking en daarachter zal dus het waterpark moeten komen binnenkort. Ja, hier zijn wat kassa's, hier kunnen nog poppen komen. En de Jensput is in de house. Goed, dat was dat. De hele de ruïne waar dat de Splash Battle doorgaat, kunnen zo de boot nat sproeien. Ja, dat doe ik wel met ze krijgen, maar dat staat voor. Dat is ja. Dus dan is het nog het laatste stuk. Dan gaan we naar daar. Het is hier echt zo jungleachtig. Allemaal vogels. Allemaal bomen, ja, vogels. En daar, hier is die oude toren met dat rad. Met Pirates 2. Dan gaat hier voets naar het laatste onderdeel. Naar voets, mensen. Een paar boten. Hier is een splashzone van Triton. Lekker nat en geil, mensen. Hier heb ik al een paar gebouwen extra gemaakt. En dan moet dus nog doorgaan, hier komen nog gebouwen en alles. Komt een bierkraam, een eetkraam en dan de ingang van de Dark Ride en de souvenirshop aan dat gang. Ik kan er beter aan beginnen, want ik sta weer zonder werk. Jij bent nog niet klaar, ze hebben met een attractie daar. Ja, daar zijn veel problemen bij, mensen. Dus deze stukje zal zo'n beetje het feestgedeelte worden, zo'n beetje Tortuga van de Caribbean. Zodat, waar dat allemaal zo zit te zingen en dat stoem muziekje komt in te draaien. En er komen onder andere ook zo'n beetje stallen zoals je in de film ziet. Met verkjes waar dat die Mr. Gibbs lag te slapen. Ja mensen, dat is iets voor Benny. Dan krijgen we een emmer water. En dan zet Jonas daar ook nog een pop van een zwerver neer. Alleen niet met de kop van Mr. Gibbs, maar van zijn eigen.
dan pakken we allemaal waar mensen. Ja, dit is de ingang van de Gold River Battle. Ja, met by five rides. Ah ja, dan de colors. Voor degenen die de legende van de colors kennen, die zullen wel zo'n beetje weten wat ze mij verwachten, want het zijn de personages uit de legende. Dat zijn onder andere de hoofdrol, of de hoofdvijand, is zo'n beetje Pincoya, als ik het goed spreek. Dat is een soort, soort zeemermin, dezelfde kenmerk als een zeemermin. En de kaleus die verschijnt zo eens in de zoveel tijd als een chic schip, waar dat het lijkt alsof dat er wordt gefeest op het schip. En dan verdwijnt dat weer. Feestjes, Jens. En dan is er ook nog een soort mannelijke heks. Die ga je ook maar verwachten. En een Benel. Ook gewoon simpele zeemerminnen. Dat zijn zo'n beetje de slaven van Pincoya. Alleen Pincoya zelf gaat er niet in een zeemermin lijf tegenkomen in de Dark Ride. Die ga je enkel zien als een geestesverschijning, zoals een donkere nevel die dan voorbij vliegt. En wat ging er, was er nog zoiets? Ik denk dat het dat zo'n beetje was, als dat zo'n beetje de personages zijn. Ja, de hoofdrol is uiteraard de kaleus zelf. En nog, ja, geesten. Volgens de legende zijn er mensen omgekomen, zijn die dan door die zeemerminnen. In de legende hebben die een andere naam, maar die weet ik even niet. En die zeemerminnen die hebben al die lijken na de kaluis gebracht, waardoor het dus een spookschip is geworden. En Pincoya heeft dan ook nog een broer, alleen ja, die gaan niet te zien zijn in de Dark Ride. Voor mensen. En dat is zo'n beetje een waterpaard, zo half mens, half waterpaard, monster van Loch Ness. Dus dat dus. En voor de rest los ik nog niks over de Dark Ride, maar het zal dus een van de toppers in het park moeten worden, maar ik kan niks verzekeren, want in mijn fantasie... Van de effecten af, hangt van de bouwer af. Ja, in mijn fantasie is natuurlijk alles perfect. Oh my man, zeg. Maar er komen wel wat epische effecten, dat wel. En het gaat veel werk kosten. We gaan er ook veel werk in steken. Waarom is dat graag, Daniel? En ja, er gaan ook een paar dingen uit Pirates of the Caribbean komen, natuurlijk. De muziek gaat onder andere van Pirates of the Caribbean zijn, ik bedoel. Noem maar eens een beter thema op. Ja, hier moet ook nog poppen komen op die bootjes. Ja, zoals ik al eerder heb vermeld, ook het gebied wordt gedetailleerd als de shit. Alleen maar mijn werk voor je elf jaar. Inderdaad. Maar zo is het weer goed geweest. Dit was Golden Century voor deze keer. Nog één video te gaan. Wanneer dat de kaluis in bouw is, dan kunnen wij, ja, dit gedeelte van het gebied nog showen, wat nog niet klaar is. En de video daarna wordt dus dan de opening. Ja, dit was Golden Century voor deze keer. Like en abonneer. Tot de volgende video. En hoe zeg je dat in piratentaal? Schip ahoy, maatjes! Schip ahoy, piraatjes!